Ja, voorafgaand aan de wedstrijd SWZ Bozo Sneek tegen Hoogland staat hier bij mij de heer Klaas Pol van de ING. En hiermee kunnen we aankondigen dat dat de nieuwe hoofdsponsor is van deze club, Sneek Wit Zwart. Klopt. We zijn de afgelopen 3 jaar zijn we al co-sponsor geweest voor een substantieel bedrag. Maar we zijn blij dat we ingaan het nieuwe seizoen op het shirt mogen prijken. Een aantal jaren geleden is er inderdaad vanuit ING bij meerdere of bij vele amateurclubs in het land een soort van co-sponsorschap ontstaan. Van waar nu de stap richting hoofdsponsorschap bij deze club? We hadden 3 jaar geleden al de intentie om hier hoofdsponsor te worden. Alleen toen stond Bozo op het shirt. Dus op dat moment hebben we geen mogelijkheid. Maar we vonden Sneek Wit Zwart wel gewoon een prima club waar we graag aan verbonden willen zijn. En als je het even in de breedte bekijkt, ING sponsort voetbal in Nederland. Zij sponsoren van Nederlands elftal, maar daarnaast ook heel veel amateurverenigingen. Waar we een steentje aan bij willen dragen om de boel gezond overeind te houden. Vanwaar dan die connectie met het amateurvoetbal? Is dat de maatschappelijke stap die ING wil nemen? Nou, we zijn een jaar of 3, 4 geleden, we zijn eigenlijk al lang een sponsor van Nederlands elftal. Dus voetbal is een breedte sport, is een volkssport. ING is een volksbank. We hebben 9 miljoen rekeninghouders in Nederland. Dus 1 op de 2 mensen in Nederland heeft een rekening met ING. Dat vinden we erg belangrijk. Voetbal is een breedte sport. Het is de grootste sport in Nederland. En we zijn blij dat we daaraan verbonden zijn. Niet alleen op het topsportniveau, zoals het Nederlands elftal, maar ook gewoon in de breedte. We hebben afgelopen december hebben we samen met Sneek Wit Zwart een G-voetbaltoernooi gesponsord. Dus ook in de breedte. Damesvoetbal vinden we belangrijk. En dat ademt, deze club ademt dat wel uit. Het is wel een breedte vereniging. We zijn blij dat we daaraan verbonden zijn. Nou, hartstikke mooi. En voor deze club natuurlijk prachtig met een dergelijke sponsor. Die het maatschappelijke belang ook inziet. Ja, dat klopt. Nog even terugkomend op het sponsorschap en de krapte aan sponsoren. Dat zie je hier in Sneek, zie je dat ook. Toch 2 verenigingen die op hoog niveau voetballen, ook hoog niveau willen voetballen. En je ziet gewoon dat beide verenigingen het gewoon lastig hebben om zich staande te houden in dat verhaal. En als je even terugkijkt, Sneek en Wit Zwart zijn 8, 9 jaar geleden gefuseerd, samengegaan. Die fusie is uitstekend uitgepakt. En ik zie een tendens dat fusies doorgaan. En ik weet dat er tussen ONS en Sneek Wit Zwart gesprekken zijn om samen te gaan. Ja, en wij juichen dat wel toe. En ik denk dat het voor Sneek en de gemeente onderschrijft dat ook, dat het een goede zaak is dat die verenigingen bij elkaar komen. Ook al moeten er natuurlijk een aantal hordes worden genomen. Er zijn een heleboel vrijwilligers die echt heel veel werk doen binnen een vereniging. En die zien natuurlijk ook wel van, ja, hoe gaat dat er dan voor mij uitzien? En dat is wel iets wat verder uitgekristalliseerd moet worden. Maar ik geloof wel in verder samengaan van deze beide verenigingen. Dank u wel voor dit interview en mooi dat ING de hoofdsponsor wordt van deze club. Graag gedaan en we gaan er wat moois van maken. Dank je wel. Aftrap van SWZ Bozo Sneek tegen Hoogland. Hoogland uit een plaatsje bij Amersfoort. Een wijk van Amersfoort. En is een relatief jonge vereniging die gepromoveerd is vanuit de eerste klasse afgelopen seizoen naar de hoofdklasse. En daarin in de middenmotor keurig meedraait. Zonder enige ervaring eigenlijk bij de spelers op hoofdklasseniveau. Vandaag dus tegen SWZ Bozo Sneek. En daarin de opstelling van SWZ Bozo Sneek. Kevin van der Meulen in de goal. Achterin Tankink met Arjens Boersma, Thijs Goes en Alwin Velds. Daniel Bennick op het middenveld met Jacob Lubbers wederom centraal als grote sterke man. En Kevin Huytema aan de linkerkant, de fijnbesnade linkspoot. Voorin Wiegerswaan in de vorm van zijn leven. Frederik de Jong en Sean de Ruiter, een bewegelijke voorhoede dus. En die mag het opgenomen tegen een Hoogland waarvan de technische staf vooraf zei. Wij spelen 4-4-2 en we zullen proberen om hier gewoon een overwinnetje weg te halen. Boersma. Slechte bal zeg. Van Lochtenstein. Die schiet over. Dat is vlak in het begin al een opmerkelijke fout van Arjens Boersma achterin. Daar is de Ruiter. Goal! Uit het niets.
Sjaan de Ruiter. 1-0. Sneek wit-zwart. Bozo Sneek. Veldwind. Ben ik rustig. Voetjes bij de Ruiter. Veel te hard. Niet gezien waar naartoe. Van Lochtenstein. En daar is de vrije kans. Oh, wat ook een mooie goal zeg. Van Wobbes. En is het ettelijke minuten na de 1-0 alweer 1-1. En daar is Lochtenstein weg. Van de Meulen die daar dan zijn voet tegenaan kan krijgen. Slordige foutjes achterin. Van de Meulen die hem op Boersma wilde spelen, maar de scheidsrechter fluit voor de rust. Het is een duel met aardig wat overtredingen. Veel gefluit van de scheids. Veel slordigheden en dus foutjes. Het is nog niet echt vermakelijk en dat is ook wel een beetje de manier waarop Hoogland speelt. Het dwingt Sneek tot dit spel en het ontbreekt Sneek aan raffinement voorlopig in deze eerste helft. Maar ik zie dat Kadir Oesta door Barry Sandink wordt geïnstrueerd. Dus die verwacht ik na rust en dan is het misschien tijd voor meer raffinement. Ja, het gaat natuurlijk maar door met de nieuwe spelers bij SWZ Bozo Sneek voor het volgende seizoen alvast. Er wordt aardig wat gehaald. Het zijn goede namen uit het amateurvoetbal. En vandaag zijn er weer drie gepresenteerd. De eerste staat hier bij mij. Wat is jouw naam? Mijn naam is Jordi Torenbeek. Ik ben 25 jaar. Voetbal bij Zeerobbe. Ik ben een centrale verdediger. En dat is mijn... En van waar de overstap? Zeerobbe speelt eerste, tweede klas op zaterdag? Tweede klas zaterdag. En van waar de overstap naar Sneek Wit-Zwart? Ik ben nieuwsgierig naar de uitdaging. En die ga ik aan. En wat voor uitdaging zie je erin? Met een nieuw team zo hoog mogelijk doelen bereiken. Ja, wat, denk je dat het een voordeel is? Er zijn veel nieuwe spelers. Denk je dat het een voordeel is om je in de basis te voetballen? Nou, voor mij is alles nieuw. Dus of er nou jongens weggaan of nieuwe jongens bijkomen, het blijft nieuw. Ik weet wie de concurrenten zijn en ik ga graag de strijd aan. Dankjewel. Hoi, wie heb ik hier bij me staan? Ik ben David van der Pol, 21 jaar, woon in Groningen. En ik voetbal nu bij Oranje Nassau Groningen. Ik sta normaal gesproken in de spits. En dat is het al. Ja, als ik het me goed herinner. Hiervoor heb je bij Zeerobbe gevoetbald. Je maakte al vroeg naam en faam, hè, op jonge leeftijd in het amateurvoetbal. Ja, het is op het begin allemaal wel redelijk snel gegaan. Ik was als 16-jarige kwam ik bij de A-selectie. En het scoren dat ging me makkelijk af. En ik heb uiteindelijk 5 jaar bij Zeerobbe in het eerste gespeeld. En ik studeerde al 2 jaar in Groningen, dus ik dacht toen was het al tijd om de stap hogerop een keer te maken. En dat heb ik toen gedaan en dat heb ik toen bij Oranje Nassau gedaan. En nu is het toch Sneek geworden. Ja, en waarom is het nu toch Sneek geworden? Ja, ik denk dat de club in het geheel als plaatje beter bij mij past dan Oranje Nassau. En niks ten nadele van Oranje Nassau, want we hebben een hartstikke leuke groep. Dus dat is de reden eigenlijk. Sterke punten, gewoon doelpunten maken. Hè? Ja, dat is mijn ding, ja. Mooi succes. En dan hebben we hier een jouster, yes. Als ik het goed heb. Ja. Wat is jouw naam? Julian Seinstra, 19 jaar. Woon ook in Groningen, studeer er ook. En voetbal bij Joures, zaterdagmiddag 1. Bij Zeerobbe in de competitie. Linksbuiten. Een linksbuiten, een echte linkspoot ook? Ja, linkspoot. Daar hou ik van. Linkspoten op links als linksbuiten. Dat moet goed komen, Jurian. Van waar jouw overstap? Ik denk dat de manier van voetballen van de nieuwe trainer mij beter ligt dan hoe we op dit moment voetballen bij jou. Meer echt initiatief nemen, druk zetten en opbouw. En ik denk dat initiatief nemen mij meer ligt. Dat is mooi. Je hebt dus met Germ de Jong ook goed gesproken over deze overstap. Ja, vorige week woensdag heb ik gesproken en dat gesprek beviel me erg goed. Dus vandaar de overstap. Nou, mooi jongen. Ik hoop dat ik ook van jou kan gaan genieten met je linkerpootje komend seizoen. Succes. Ik ga mijn best doen. Dank u wel. Crux. Goed kop weg.
Oesta inderdaad in de ploeg gekomen voor Jacob Lubbers. En ik moet eerlijk zeggen, dat vind ik een logische wissel. Oesta is degene die waarschijnlijk wat meer verrassend vermogen aan de ploeg toebrengt. Oesta. Dat is een goed balletje van Oesta, maar daar kan de Jong net niet aankomen. Oesta weer. Legt het balletje breed voor de Jong. De Jong er langs. Freek de Jong. Ja! Freekie! Doelpunt! 2-1. En het goede werk was van Oesta. Uitstekend. De invaller die er wat mij betreft ook gewoon in moest komen. Voorwald. Wobbes. Goeswind. Goeswind niet. Wobbes. Salema. Moet Boersma daar erbij zijn. Salema loopt er een Bennink op. Dat is nooit fijn. Dekker. De Ruiter verdedigt. Wobbes. Blijft die bal toch in bezit van Hoogland. Knap genoeg. Koelewijn op Salema. Legt hem neer. Koelewijn gaat door. En Van der Meulen uitstekend gepakt. Oh, dan laten ze de bal gaan voor Wobbes. Weer een fout erachterin. Goes kan niet herstellen. Nee, het is weer Wobbes die scoort. Maar hoe kan het toch dat je zo staat te schutteren achterin? Dank Kink, Zwaan. Die loopt altijd wel. Daarnaast niet altijd even geweldig. Maar deze bal die komt voor de Ruiter. Draait weg, draait terug, draait heen, draait weg. Uit hem aan, schiet hem maar gewoon, jongen. Probeer maar eens dat schot op goal. Speelt Vels aan. Vels die kan een bal om een tegenstander heen. Daar is De Jong bijna. En is het doelman Bruins die hem pakt. Salema, sterk hoor. Stuurt daar Struik weg. Van de Meulen komt. Struik, Struik. Ja, en daar krijgt Van de Meulen. Wat gaat de scheidsrechter doen? Rood voor Kevin van der Meulen. Een hele aparte beslissing van de scheidsrechter. Om Van der Meulen hier rood voor te geven. Voorwald. Die de bal daar op Lochtenstein. Moet Boersma komen. Uitstekend. Goed gedaan. En het is afgelopen. 2-2 is de uitslag. Naar verhouding. En vooral het spelbeeld. Denk ik wel terecht. En vooral de manier van spelen van Hoogland. Dwong Sneek hier toe. 2-2. Werd je klotenpot dit. Ja, een ongelooflijk frustrerende middag. En waarom? Nou ja, ik geloof dat we naar dezelfde wedstrijd hebben zitten kijken. Laten we het vooral eerst even bij onszelf zoeken. Ik vind dat wij ongelooflijk ons heel slap presenteren. En dat er geen enkele drang in zat om te winnen. Dan kom je weliswaar twee keer op voorsprong. Maar ja, echt voetbal is er niet. Je hebt de hele wedstrijd. Wij zijn bewust achterin 1-op-1 gaan staan. Om een extra vrije middenvelder te creëren. We hebben de hele wedstrijd in extra middenvelden gehad. Alle tweede ballen verloren daar zo. Gewoon als elftal gewoon een hele zwakke prestatie geleverd. Wat ook opviel, met Boersma heb je achterin, dan heb je geen lange man voorin, maar alles ging hoog naar voren. Ja, zeg ik, we hebben zelf ook totaal niet gevoetbald. Ik moet zeggen dat Hoogland dat goed deed. Die jaagde echt op alles wat bewoog. Daar kunnen wij misschien een voorbeeld aan nemen. Normaliter hebben wij dat zelf ook in ons spel zitten. Ja, en ik snap er echt helemaal niks van. Je weet dat vandaag de nummer 1 en 2 tegen elkaar spelen. Je kan goede zaken doen. Ik heb geen idee wat de uitslag is. Maar het zijn pas goede zaken als je je eigen wedstrijd wint. En die uitslag weet ik wel. En die is niet gunstig.
Dan laten we het hierbij. Barry, bedankt voor je snelle reactie. Goed. Nou ja, we gaan afsluiten. Frustrerende middag hier voor Barry Zandink en zijn staf. En ik neem aan ook voor de spelers. Ik moet wel zeggen dat hoogland, het nietige hoogland, want dat is het eigenlijk. Dat komt gewoon uit de eerste klasse. Heeft nooit in de hoofdklasse gevoetbald, debuteert daarin. En dat zet Sneek zo onder druk dat er eigenlijk van echt goed voetbal geen sprake is geweest. Kortom, knap van hun. Minder van Sneek, 2-2. Het had een middag moeten zijn waarin ze 3 punten pakken en de aansluiting met de echte top weer vonden. Maar dat zit er niet in en ook niet als je zo speelt. Ja, Sneek moet verder. Aanstaande woensdag al is hier de 8e finales van de beker. En ik heb nog een minuut, zie ik nu aan het vingertje van Alex. Aanstaande woensdag is hier de 8e finales van de beker. Een hele leuke wedstrijd tegen Flevo Boys. En dat is een topploeg uit de zaterdag amateurs. En op 19 maart is er weer competitie. En dan is er een thuiswedstrijd tegen SDO. En hopelijk presenteert Sneek zich de komende wedstrijden wat beter dan vanmiddag.